Dutch Bar. We zijn nu op het perron en wij gaan naar het Goedzijdschelles. Dus we gaan weer heel wat direct afleggen. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Zes komt de trein rond een 8:36 uur de trein. Dus we gaan even vertrekken. Gent Sint-Pieters en Oostende van 8:36 komt aan op spoor 2. Deze trein stopt in Lokeren, Beervelde, Gent-Dampoort, Gent-Sint-Pieters. We zijn nu op de trein. We zijn nu op plaats. Het is echt zo apart. Zo, ja, een vakje. Op zich. Het is een dubbeldek trein, dus de plaats. Mensen naar de zee gaan is altijd druk mee meegenomen. Dus wij moeten twee halten doen en dan nog een trap. Dus we zijn nu aangekomen in Gent en nu gaan we de tram pakken. Dus, we zijn daar ruim op tijd, dus dat is eigenlijk wel goed. En dat gaat natuurlijk ook moeten aanmelden in het ziekenhuis en zo. Dus daar moet je ook nog rekening mee houden. En dat is een mooi. Dat hier is schoon, hè. Ja, rustig. Ik heb de dingen moeten pakken, de bus, want hij rijdt niet met de tram. Dus moet ik de bus pakken. Dat is helemaal een andere. We gaan wel zien waar dat we uitkomen. We zijn dus net teruggekomen. Nu zit een beetje super. Kijken hoe dat we moeten wandelen en zo. Maar we zijn in ieder geval aangekomen. Maar nu moeten we nog zoeken. We moeten naar het afwerken. Dus, en om er straks terug te gaan, moeten we het ook nog zoeken. Dus dat is ook nog iets. Maar we gaan er wel op uit. Dus ja, dat is natuurlijk niet zo groot. Dus, maar dat komt wel goed. Dus, het is altijd een beetje nieuw hoe dat je het plant. Maar ja, we moeten het toch maar gewoon doen. Hè. Anders komt het helemaal niet in orde, dus we komen er wel. Zo, we zijn aangekomen op de verdieping en nu is het gewoon wachten totdat we aan de beurt zijn. Want het is al wel wat stress gegeven vandaag, dus ik denk dat ik zelf een beetje te laat ben. Dit is dus een vragenlijst die we moeten invullen. En we zitten nu hier binnen, bij de dokter. En, dus we moeten dit even invullen. We hebben een klein beetje overgewicht, maar dat komt van de testosteron die we nemen. En straks gaan we nog naar de spiegel lopen. Maar dan weet je dat we ondertussen hier binnen zitten. We zitten nu in de lift, zoals je kan zien. En wij gaan nu naar 6 en dan gaan we naar de spiegeloog. Ze hebben ook bloed geprikt en alles. En dat is ondertussen gebeurd. Dus we lopen nu hier in de gang. We zijn 6 en kijk, het uitzicht is toch altijd heel mooi. Prachtig toch het uitzicht. Dus wij gaan nu eens richting de spiegeloog. Ja. Blijkbaar gebeld. Ja, ze hadden mij in de wachtruimte zitten, maar het was niet nodig. Dus ja, dan ga ik natuurlijk naar daar. Hè. Dus, maar het was niet nodig. Dus wij gaan nu naar hier om hier af te spreken. Hier hebben we het schermen liggen. Ik ga toch even naar het volk. Dus we zijn op de dingen. Kijk, dit is de wachtruimte. Kijk hoe mooi dat is. En daar staat ook een spreuk. En ja. We zijn aangekomen in de wachtruimte, dus we moeten nu nogmaals spreken met de spiegeloog. En dan is het uitvolgen hoe je met de bus terug naar het station moet geraken. Dus dat ook nog. Dus, en hier hebben ze dan bloed geprikt. Je kunt zien. Er was nog een klein beetje pijn, maar het gaat beter. Want ze hebben extra moeten prikken, want ze vonden het niet meteen. Het bloedvat, dus ze hebben extra moeten prikken. En dat voel je wel, want ze hebben 2 keer geprikt. Voordat ze eigenlijk alles vonden. Dus het bloed was op, denk ik. Maar ja, kijk. Dus, en dan, ja. Dat is het een beetje. Ik vind het wel een mooie ruimte. Het is een echt heel mooie ruimte waar je tot rust komt en zo. Dus, wel mooi. En ze hebben 2 ruimtes, denk ik. Want, oh, daar hebben ze nog ruimte. Je hebt ook nog het infopunt en alles. Dus, ja. Moest je vragen hebben, mocht ze altijd stellen. Dus dan antwoorden we er met veel plezier op natuurlijk, op al jullie vragen. Ja. We hebben terug weg op het vertrek aan de spiegeloog. We zijn nu nog op de bus en aan de trein pakken. Richting huiswaarts. Ik
Vond je dit een leuke video? Dan zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we zijn er snel weer terug met leuke video's. Tot ziens!